Daniel Norgren met My Rock is Crumbling. CEO Brussel. De nieuwe lichting. We zoeken de nieuwe lichting 2016. Daarvoor kan je je niet meer inschrijven, maar je kan wel nog door ons gebeld worden. En dat zou goed nieuws betekenen, want dan ben je geselecteerd voor de nieuwe lichting 2016. En vandaag is de gelukkige Mello. Dag Brecht. Hallo. Je heet Mello, dat is je artiestennaam. Betekent dat dat jij een melig jong mens bent? Nee, totaal niet. Ik ben tot die naam gekomen, gewoon toevallig. En ik vond dat wel bij mijn muziek paste. En het heeft veel vertaling, zoals warm of mild of zo. En ik vond dat wel een mooie naam was. En ook goed paste bij mijn muziek. Ja, dus mellow is het goede woord om jouw muziek te omschrijven. Warm? Ja, dat denk ik wel, ja, ongeveer. Ja. Hoe ben je begonnen met muziek maken? Ik ben begonnen met notenleer en zo heb ik dan piano gevolgd van conservatorium, zo'n 4 jaar. En dan ben ik begonnen met gitaar. En zo in het eerste middelbaar ongeveer ben ik begonnen met zelf muziek te maken op mijn computer. En in het begin was dat vooral zo elektronische muziek en zo. En zo de laatste jaar en een half, ben ik dan begonnen met zo mijn eigen muziek te maken. En het genre dat ik nu doe. Ja, warm en mellow. En als ik me niet vergis, heb ik gelezen bij jouw omschrijving, bij je inschrijving, dat Luke Pritchard van de Cooks jouw muziek al heeft gehoord. Hoe is die tot bij hem geraakt? Ah ja, dat was gewoon toevallig hoor. Dat was op Cactus Festival ben ik via in backstage geraakt. En ik had dan toevallig een cd mee en ik heb het al gegeven aan hem. Hij heeft dan een keer geluisterd naar mijn muziek. Oké, en heb je antwoord gekregen? Ik zei dat hij er naartoe ging luisteren, maar ik heb niet gezegd tegen hem dat hij specifiek moest een antwoord geven. Ik vond het gewoon leuk dat hij een keer kon luisteren naar mijn muziek. Ja, inderdaad, want jouw plaatje ligt dus misschien wel in de auto van Luke Pritchard. Wie weet, we gaan er in elk geval zelf eens naar luisteren. Walking Through the City, dat is de naam van het nummer waarmee je geselecteerd bent. Over welke city gaat het? Ik had niet echt specifieke stad in mijn hoofd. Het was eerder zo, s'avonds toen ik dat nummer schreef, was dat eigenlijk de eerste zin dat uit mijn mond kwam toen ik het nummer aan het schrijven was. En ik had zo het algemene gevoel zo, dat het nummer zo hing over iemand die door de stad loopt s'avonds en zo gelukkig is. En ja, zo'n beetje die gezellige sfeer, daarover had het een beetje. Een gezellige sfeer als je s'avonds door de stad wandelt. Wel, lijkt me het perfecte nummer voor de laatste avond van november. We gaan er voor alles naar luisteren. Brecht, heel hard bedankt dat ik jou mocht bellen. En dit is jouw Walking Through the City. Salut, hè. Oké, dankjewel. Op zoek naar nieuw talent. De nieuwe lichting.